mensen in en die komen er ook. En er komen er zeker meer. En in de Groenhoordhal kunnen er 10.000. Maar de spelers van de thuisclub hebben gevonden dat het beter was om in die kleine zaal te spelen. Waar ze hun 36 competitiewedstrijden gespeeld hebben. Het was dus gewoon een keuze. Het publiek, dat vond men wel aardig. Maar de spelers zeiden, wij spelen in onze eigen thuiszaal. Daarom nu, dit zijn de ploegen. Hier zijn Parker en hier zijn Nashua. Dit is de ploeg uit Den Bosch met spelverdeler Jan Dekker, met Theo Kropman. Met daarnaast Danny Kramer, die ziek is, maar wel aangekleed. De Amerikaan Buff Kirkland, de Nederlander Maurice Schovers. Dan de Rotterdammer in Den Bosch-dienst Jelle Esveld. De Amerikaan Tom Barker, de Nederlands-Amerikaan El Faber. Beste schutter van Nederland, Kees Akerboom. De Nederlands-Amerikaanse center Rob van Essen. Dit is Den Bosch. Goeiedoka is goed gespeeld. Van plaats, hier is Parker voor het jumpshot. Prima. 23-16. Bosse ploeg glijdt onderuit. Krijgen die bal er gewoon niet in en daar gaat het om. Kropman vraagt waarschijnlijk nu aan scheidsrechter Dis hoe goed met hem is. Ja, waar zal ik die bal nou eens heen gooien? Barker. 23-18, Tommy Barker. Kropman. Ze moeten gewoon scoren. Man loopt gewoon uit. Het is erger dan prut. Plaats. Bal. Ah, houden nog. Van Solm. En Kirkland, een snelle scorer. Goed aangegeven van Faber trouwens. 27-20. Hey, okay. Hey, van Solm mag hem nog zo gratis inleggen. Met 6 speelt nu bij Den Bosch Dan Kramer, van wie men eerst dacht dat hij ernstig ziek was. Dat hij de ziekte van Pfeiffer zou hebben, maar hij loopt hier gewoon springlevend op het veld. Het was trouwens de score van Puidokas. Hier is Kramer. Akerboom. En Kruithof. En Parker. En Timmy Woutstra. De eerste goed uitgespeelde aanval van de hele wedstrijd. Het wordt 36-27. Den Bosch is in problemen. Akerboom, vliegend hoekshot, mis. En daar, Tony Parker, aanvallende fout. Hij weet het, maar hij kan zichzelf niet beheersen. Dit vindt Kropman leuk, als hij met zo'n hele sleep achter zich aan kan. En het is gewoon lopen weer, de volgende overtreding. Mooie actie van Timmy Woutstra. Hij komt naar die baseline toe. Dat heette het Amerikaanse basketbal in your face. Barker sloeg hem recht terug in het gezicht van Solm. Akerboom, hij kon net die stap niet maken. Omdat Woutstra goed verdedigde. Wat zijn dit allemaal voor passes? Het is echt onvoorstelbaar. Tony Parker, goed gespeeld. Voor 23 seconden. En dan gaan we rusten. Na een van de slechtste helften die ik ooit van twee topploegen in Nederland gezien heb. Het aantal keren balverlies was ontstellend. Iedereen poedelde. Hopen dat die tweede helft dan maar beter wordt, want dit is niet goed. Parker. 2 seconden, 1 seconde en hier is de rust. 36. Dekker. Dekker krijgt dat schot ook niet weg. Goed verdedigd. Kirkland krijgt die bal niet eens weg.
Wat een geklungel. Boutsra die wordt afgemaakt met het bord. Hupsakee. Den Bosch wordt opgevreten nu. Met huid en haar, zoals het heet. Akerboom hangend en scorend. 11 punten verschil als Dekker komt. 69-58. Kleine 8,5 minuut nog. Faber niet. Akerboom niet. Dekker niet. Verdediging sluit goed van de Leidse ploeg nu. Hier is Faber. Dekker onderlangs. Mist. Rebound. Faber. Raak. Faber speelt toch een nuttige wedstrijd. Het is niet allemaal even in aanmerking komend voor de schoonheidsprijs, maar hij doet het maar. Er komt enige lijn nu, hoe gek het ook mogen klinken in deze wedstrijd. Parker, zijn afstand, mist. Dan komt Jimmy Woutsra lekker weg, want hij zet de Barker knap opzij. Hoge paas van Dekker op Akerboom en die moest hij als een keeper terugboksen. Hier is Akerboom voor zijn schot. Mis. Faber. Nog een keer Akerboom. Nu zit hij. Kees Akerboom maakt er 69-62 van. Het is goed dat we oordopjes in hebben hier, want het geluid is geweldig. Ouidokas komt er aardig uit. Nee, Dekker komt er aardig uit. Kirkland. En nu? Een aardige paas. Dekker zit. Jan Dekker op assist van Charles Kirkland. 69-64. 5 punten verschil. 6-50 nog. Boutsra, Parker, Kruithof gaat drijven. Mooi gespeeld van Kruithof. Wat een prima assist. En Jimmy Boutsra reageert attent. Het is weer een 4-puntenwedstrijd. 1 minuut 45. Kramer, 2-puntenwedstrijd. Dit zijn mooie eindes natuurlijk van zoiets. 1-35, 78-76. Wie houdt de zenuwen bij elkaar? Kruithof. Nou, daar komen ze goed weg. Prima van Ron Kruithof. Hij stond vrij en hij scoort gewoon. Prima. We gaan verder. Kirkland, Kramer. Het is 80-76. 1 minuut 20 nog. Mooie paas van Kirkland. En er is een score en een fout van Bruinsma. Het is toch heel bekeken van Kirkland en Barker die dat afmaakt. We zijn er nog niet hoor. Beslissende vrije worp, zou je mogen zeggen of de aansluiting daar is. Barker, 1 punt verschil is de wedstrijd nu. Barker op 19, de wedstrijd op 80-79. 1 minuut en 10 seconden te spelen. Tony Parker. Terug in de zone nu. Een score is heel belangrijk voor de Leidse ploeg, maar dat mogen duidelijk zijn. Woutsra. Waar komt die score vandaan? Wie forceert het? Kruithof. Nou, daar komen ze aardig weg. Ouidokas. Mis. Barker. Akerboom. Mist. En dan krijgen we vrije worpen. En Den Bosch kan op voorsprong komen. Fout is van Kruithof. Akerboom's eerste vrije worp was raak. Dat was meteen zijn 30ste punt. Hier is de tweede vrije worp. Die is mis. Hoe bedoel je spanning? Het is 80-80 en er staan nog 40 seconden op het bord. En Den Bosch staat voor. Hoe is het mogelijk? Op 40 seconden te gaan. 80-81. En dat betekent dat Leiden nog één aanval heeft. Maar dat in ieder geval Den Bosch ook nog wat overhoudt. 80-81. Laten we gaan kijken hoe dit gaat. Tony Parker. Woutsra. Van Solom niet. Ja. Dan neemt Parker zelf het initiatief. Mist. En daar is de rebound voor Parker. En nu heeft Den Bosch kans op het landskampioenschap. Tenminste, als ze dan die thuiswedstrijd nog gaan winnen. En dan zijn ze hier van een verschrikkelijke achterstand teruggekomen. Wat nu? Leiden krijgt balbezit. Kramer is ontzettend boos. Het blijft de wedstrijd van Vergissingen. Tony Parker.
Die gaat scoren. Nee, 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 nee. Weg. En het is tijd. En Den Bosch wint. Hoe is het mogelijk? Den Bosch wint. Na 17 punten achter te hebben gestaan. Naar een open kans van Van Solm in de laatste seconde. Wint hier Den Bosch de eerste playoff wedstrijd. Het basketbal was erbarmelijk. Ik zeg het er maar even bij. Maar de mentaliteit van Den Bosch heeft uitstekend gewerkt.